Een aantal Nederlandse online goksites hebben hun website dichtgegooid omdat de overheid strenger aan het controleren is. Voor ons een reden om de straat op te gaan om Rotterdammers te vragen naar hun online gokgedrag. Doet u wel eens aan online gokken? Aan? Online gokken? Nee. Niet? Waarom niet? Nee. Ik heb geen geld ervoor, joh. Geen geld ervoor? Nee, geen geld voor. Nee. Je kunt ook geld winnen ermee, juist, nee, toch? Ik gok op andere dingen. Zoals? Mevrouw. Oh, mevrouwen. Oké. Doen jullie wel eens aan online gokken? Nee, man. Allebei niet? Nee. Waarom niet? Het is slecht. Slecht voor wat? Voor jezelf. Je gaat verslaafd eraan raken. Ja? Ken je veel mensen die er verslaafd aan zijn? Ik heb wel een vriend van mij die verslaafd eraan heeft geraakt. Gewoon heel zijn uitkering weg en zo, man. Dat ja, man. En dat is dus voor jou een reden dat je zegt nee? Ja, daarom zeg ik nee, man. Waarom doe jij niet aan online gokken? Omdat ik daar misschien verslaafd aan word. Weet je, te veel geld uitgeven. Ja? Ben je verslavingsgevoelig? Of? Nee, totaal niet. Maar? Ja, je weet maar nooit, hè. Zie je mensen in je omgeving die verslaafd zijn aan online gokken dan? Maar, niet zo heel veel. Ik woon hier ook niet, dus ik woon in een klein dorpje. Dus daar zie je het niet zo heel veel. Maar je kent wel mensen. Ik ken wel mensen die dat hebben. Laat me zeggen, het is gewoon een duivel. Je weet toch, je kan een keertje winnen. Maar wanneer je wint, wil je meer. En dan, je weet toch, ga je gewoon verliezen. Oh, je wordt blut en zo. Je gaat rare dingen doen. Nee, doe ik niet. Waarom niet? Omdat ik geen geld heb. Kan er ook geld mee verdienen natuurlijk. Ja, maar dan moet je wel eerst geld hebben. Dat is zeker waar. Als je wel geld had, zou je het dan wel doen? Nee, ook niet. Nee. Ik koop heel af en toe kraslot, maar online, nee. Niet? Nee. Nee? En waarom niet? Nooit aan gedacht. Nemen. Ja. U houdt niet van risico nee. nemen? Ik speel altijd op safe. Op safe? Ja. Ja? Ja. En waar doe je dat en wat doe je dan? Op Unibet, voor wedstrijden. Oké, okay. En win je dan ook wel eens wat? Ja. Goed, meer winst dan verlies of hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk break-even. Break-even. Ja. Nou, nu wil het zo, de overheid is heel streng aan het reguleren nu met online pokeren en online casino gedrag. Wat vind jij daarvan? Ja, bij mij is het via Unibet kan sowieso. Dus. Ja, ik vind dat goed van hen, want dan kunnen geen jongeren meer online gokken en zo, onder de 18 en zo. Want ik weet dat vaak gebeurt en zo. Dat hun moeders dat niet weten en zo. Dat vind ik gewoon goed en zo. Goede beslissing van de overheid. Ja, ze verzinnen altijd nog wel een uitweg of een manier om dat te omzeilen, toch? Dus jij denkt van die regulering gaat toch niet werken? Denk het niet. Ja, de IP kan je via een proxy omzeilen, maar ja, ideal zou denk ik wel een dingetje kunnen zijn. Toen moet je per se denken een Mastercard of iets dergelijks hebben. Dus dat zou kunnen werken. Oké. Okay. Maar dat houdt jou niet tegen? Nee, ik doe het ook niet zo vaak. Dus ja, voor mij maakt het niet zo uit.